Nederland is een waterrijk land waarin het goed leven is. Maar klimaatverandering kan hiervoor in de toekomst gevolgen hebben. We hebben wel veel water in Nederland. Het wordt heel veel warmer en dan komt er veel meer regen. En dan overstromen de rivieren en sloten. Gevolgen die langzaam zichtbaar worden en voor onze kinderen en kleinkinderen tot grote problemen kunnen gaan leiden. Nou, het zal niet zo snel gebeuren, maar als het gebeurt, dus denk ik dan wel dat ik het een beetje eng vind, ja. Dat komt ook door de klimaatverandering. De zeespiegelstijging gaat volgens verwachting sneller dan we tot op heden hebben gedacht. Er is aanvullend onderzoek gedaan en die wijst dat uit. Er zullen grotere periodes zijn van droogte in de zomer tegenover hele natte periodes in de winter. Dat het water over het land heen gaat. Het is een en al zee en water. Dan kan je niet zoveel ademen als je onder water bent. Ik ben helemaal niet bang voor water. Is dat nu reden voor paniek? Nee. Het is een langzaam proces wat geleidelijk aan verloopt. Dat geeft ons de gelegenheid om ons daarbij aan te passen. Dat moeten we vooral ook doen, niet uitstellen. Maar nu we de gelegenheid hebben om dat met goede middelen het hoofd te bieden, moeten we dat ook doen. De Delta-commissie Veerman is opgericht om ons land voor te bereiden op deze veranderingen. Een eventuele overstroming heeft grote maatschappelijke gevolgen. Dat hebben we elders in de wereld ook gezien. Maar we moeten het niet alleen benaderen vanuit die hoek. Het schept ook allerlei kansen. Kansen met water. De adviezen moeten nu een praktische invulling krijgen. Daar ligt een taak voor de waterschappen om dat op te pakken. Nou, we willen als waterschappen anticiperen op klimaatverandering, zodat we in dit laaggelegen deltaland kunnen blijven wonen, werken en recreëren. En we moeten dan ook de adviezen van de commissie Veerman, zoals die zijn verwoord in het Nationaal Waterplan, vertalen naar ons regionaal waterbeheer en naar de interactie tussen de Rijkswateren en de regionale wateren. Binnen de Unie van Waterschappen is het bestuurlijk kernteam Deltaprogramma ingesteld dat acties volgt, uitzet en coördineert. En dat kernteam vindt dat er een kennisimpuls nodig is. We hebben dan ook vanuit het kernteam de STOWA gevraagd om een kennisprogramma voor klimaatverandering op te stellen in samenwerking met de waterschappen. En want die nieuwe kennis is nodig voor de uitdagingen waar de waterschappen voor staan om straks acties op te pakken en uit te voeren. Het kennisprogramma Deltaproof past uitstekend in de missie van de STOWA. Samen met de waterschappen proberen we innovaties met elkaar op te sporen die nodig zijn voor de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening in Nederland. Belangrijke uitgangspunten van het Delta-programma. We doen dat door een programmacommissie in te richten en de waterschappen heel direct te gebruiken om hun kennis en ervaring ook direct te vertalen in die innovaties. De STOWA heeft een denktank ingesteld om het programmateam te ondersteunen bij het opstellen van het kennisprogramma. Zo begint het programma vorm te krijgen. Vertrekpunt zijn de vragen die de waterschappen in het kader van het Nationaal Waterplan naar voren hebben gebracht. De Delta-commissie geeft aan dat we ons op lange termijn zorgen moeten maken over de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening in het land. Nou, hier bijvoorbeeld, midden in Rotterdam, kan je ook die tegengestelde effecten die de klimaatverandering geeft heel erg goed zien. Je hebt in droge periodes verzilting, oprukkende zeeinvloed over de rivieren. En in natte periodes heb je weer verhoogde rivierafvoeren. Dus dat zijn tegengestelde effecten. Waarmee je met traditionele maatregelen, zoals bijvoorbeeld alleen maar dijken verhogen, en niet 1, 2, 3 komt. En daarom is juist die innovatie en het gezamenlijk onderzoek naar nieuwe mogelijkheden zo enorm belangrijk. We hopen dus in het voorjaar 2010 een kennisprogramma te presenteren wat aansluit op die opgave van de Delta-commissie. De STOWA die houdt onderzoek voor en door waterschappen en dat is een heel belangrijk element. En de problemen van waterveiligheid en zoetwatervoorziening zijn natuurlijk problemen die waterschapsgrensoverschrijdend zijn. En daar moeten de waterschappen ook samenwerken. En de STOWA kan daar het kader voor bieden. De STOWA richt hiervoor het kennisprogramma Delta Proof op. Dit wordt ondersteund door een denktank en de onderwerpen komen voort uit de vragen van de regionale waterbeheerders. Om de nieuwe ideeën en oplossingen te testen worden er proeftuinen ontwikkeld en samenwerking gezocht met andere kennisinstituten en klimaatcentra.
In proeftuinen gaan wij kijken hoe we nieuwe ideeën vorm kunnen geven. Een voorbeeld is de Eikdijk, waarin gekeken wordt naar de stabiliteit en de veiligheid van dijken. Een ander project is pijlgestuurde drainage, waarbij we proberen op een landbouwperceel water beter vast te houden. We gaan de mogelijkheden voor zelfvoorzienendheid van waterschappen onderzoeken. In het ene seizoen heb je een wateroverschot, in het andere seizoen een tekort. We gaan kijken hoe je dat overschot beter kunt benutten. Op het gebied van waterveiligheid willen we invulling geven aan het begrip meerlaagse veiligheid. De eerste laag is de veiligheid van dijken. De tweede laag zoek je oplossingen in de ruimtelijke ordening. De derde laag is crisismanagement. Hoe kun je je goed voorbereiden op een eventuele ramp? We hebben te maken met onzekerheden. Onzekerheden ten aanzien van klimaatveranderingen. Onzekerheden ten aanzien van ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening. Het is belangrijk dat we hierbij flexibiliteit leren inbouwen. Eten, slapen, lopen, dansen, leven. Hoe ziet Nederland er in mijn toekomst dan uit? Ik denk dat van die grote tubes komen waar allemaal water doorstroomt, zodat het allemaal weer schoon wordt. Dan wordt het weer losgelaten en dan wordt het weer opgezogen en dan gaat het zo'n rondje. Wij zijn ook wel een beetje kwetsbaar. Dus als het mis gaat, dan staat heel Nederland onder water. De regionale waterbeheerders dragen niet alleen bij aan het programma. Ze gebruiken straks de uitkomsten om Nederland leefbaar te houden voor de komende generaties. En later krijg je ook misschien wel watervrij. Maar je moet gewoon leren omgaan met water.